welkom. Blij dat jullie er zoveel en met zoveel zijn vooral. De afgelopen 24 uur, waarschijnlijk 36 uur, hebben we via social media een laatste poging gewaagd. Die is redelijk geklopt. Daar zijn we echt wel blij mee. Met een klein clubje kiters en windsurfers zijn we al een jaar of twee bezig om dit in de gaten te houden en te kijken waar dit naartoe gaat. En dit gaat op dit moment de verkeerde kant op. Vanavond is de laatste kans om te kijken of dit nog gekeerd kan worden. Wij denken, en we zijn ervan overtuigd, dat we daar goede argumenten voor hebben. En dat met name de procedure die hier tot toe geleid heeft, niet de juiste is geweest. Daar willen we graag straks binnen met Erik en anderen nog over praten. De burgemeester is er niet, want die is hard aan het werk, begrijp ik. Ja, ik zal zoiets. Oké, dan ga jij zoiets vertellen. Maar het is 11:45. Ik was vanochtend op Ceres met het nieuws van Noord-Holland. Daar kom je de dijk over. De Tesselstroom komt voorbij. Dirk Frido komt voorbij. Er komt een jacht. Er komt een jacht voorbij. Er gaan mensen zwemmen. Er zijn mensen met honden. Nou, beter voorbeeld had ik niet. En de pers die komt precies zien wat we wilden bedoelen. Of wat we bedoelen eigenlijk. En de intentie van vanmiddag is om op een rustige en respectabele manier dit gesprek aan te gaan. Je mag absoluut het protest laten horen, zo luid mogelijk. En dit is voor ons de laatste kans. Het is niet zo dat dit ook de laatste hoop is, want we gaan uiteraard door als het vanavond verkeerd afloopt. Maar we gaan nu eerst even inzetten op een goede afloop. En daarvoor wil ik jullie bij deze alvast hartelijk bedanken.